jonge democraten en iets minder jonge democraten. Goedemiddag. Het is een eer om hier namens de jonge democraten te mogen spreken. Dit congres is door D66 aangekondigd als debatcongres. Dat is de tegenhanger van zogeheten inspiratiecongressen, waarvan ik heb begrepen dat ze voortaan in het najaar plaatsvinden. Als het kabinet geen zin meer heeft om met D66 het belastingstelsel te hervormen, laten wij dan maar onze eigen congresstructuur gaan hervormen. Moet er gedacht zijn. In ieder geval wordt de traditie van de jaarlijkse JD-speech ook in deze nieuwe vorm voortgezet. Democraten, het gaat goed. Goed met D66, maar ik twijfel er niet aan dat andere sprekers de kans zullen grijpen om dat uitgebreid te benadrukken. Dat laat ik graag aan Alexander over. Maar ook met de jonge democraten gaat het goed. Vorige maand was het 31 jaar geleden dat de JD werd opgericht. We zijn onze eigen leeftijdsgrens, die op 30 ligt, gepasseerd. De vereniging wordt ouder, maar wij blijven jong. Inmiddels zijn we bijna 6000 jonge democraten sterk. Als de trend zich doorzet, en daar lijkt het wel op, dan mag de JD zich nog dit jaar de allergrootste politieke jongerenorganisatie van Nederland noemen. Dan zijn we de SGPJ gepasseerd. U hoort het goed. De SGPJ. Dat is de progressieve, jonge, vooruitstrevende tak van de SGP waarbinnen zelfs vrouwen mogen participeren. De grootste kunnen worden. Ik hoef D66'ers niet uit te leggen dat dat aanlokkelijk klinkt. Maar eigenlijk is de kracht van de jonge democraten niet af te meten aan het aantal leden. De kracht van de JD uit zich in de sterke en vernieuwende politieke voorstellen en ideeën die binnen onze vereniging ontstaan. Daar hoef je niet de grootste voor te zijn. De voorbeelden zijn bekend. Talloze noodzakelijke hervormingen die al jarenlang een prominente rol in het verkiezingsprogramma van D66 vormen, vonden hun oorsprong bij de jonge democraten. Pensioenleeftijd, hypotheekrenteaftrek, de voorbeelden zijn bekend. Maar niet alleen op economisch vlak durven we tegen de stroom in te gaan. Als politieke jongerenorganisatie, niet gebonden aan strategische electorale overwegingen en met een enthousiaste drive om dogma's te bestrijden en onnodige taboes te doorbreken, kunnen wij als geen ander met de noodzakelijke voorstellen komen die lijnrecht tegen het politieke klimaat ingaan, maar Nederland en Europa tegelijkertijd wel sterker maken. Neem asiel. Terwijl het kabinet deze week haar hoofd breekt over bed, bad en brood, zijn de afgelopen dinsdag opnieuw 400 vluchtelingen omgekomen toen een volgepakte boot op de Middellandse Zee kapseisde. Tijdens de Q&A-sessie net kwam het al even naar voren. Het is een probleem waarvoor in het huidige politieke klimaat weinig aandacht is. De JD presenteert op dit congres echter een motie met een concreet uitgewerkt voorstel voor een echt Europees asielbeleid. Door vluchtelingen al in de regio de mogelijkheid te bieden asiel aan te vragen, kunnen we de gevaarlijke overtocht in ieder geval voor hen die recht hebben op asiel voorkomen. Daarnaast kunnen we de lidstaten aan de grenzen van Europa ontlasten door ervoor te zorgen dat elk land evenredig opvang biedt aan vluchtelingen in nood. Het is slechts een voorbeeld, één van de voorbeelden, van de vele oplossingen die bij de JD vandaan komen. Alleen al de afgelopen tijd hebben we ons actief uitgesproken over uiteenlopende thema's. Van prostitutie tot levenslange gevangenisstraffen en van de houdbaarheid van ons zorgstelsel tot netneutraliteit. Op dat laatste vlak, netneutraliteit, heeft de JD afgelopen februari een manifest geïnitieerd. Dit manifest is door ruim 80 politieke jongerenorganisaties in 31 Europese landen ondertekend. Daarmee is het de grootste coalitie van politieke jongeren in de Europese geschiedenis. Dat is de kracht van de JD waar ik op doel. Met recht durf ik te stellen dat de jonge democraten de progressieve voorhoede van het Nederlandse politieke landschap vormen. En die voorhoede is op dit moment hard nodig. Mijn generatie was tijdens de paarse kabinetten van de jaren 90 nog niet met politiek bezig. We hadden andere dingen aan ons hoofd. Maar de progressieve erfenissen uit die tijd kennen we allemaal. Van abortus tot zondagsopenstelling en van homohuwelijk tot euthanasie. Ons werd altijd verteld dat deze immateriële zaken mogelijk zijn geworden doordat het CDA eindelijk een keer in de oppositiebankjes zat. Het waren toen nog bankjes. Ik was daarom best optimistisch gestemd toen het CDA in 2012 opnieuw, inmiddels op stoelen, in de oppositie terechtkwam. Want als Rutte 2, bestaande uit seculier links en seculier rechts, er samen op economisch vlak niet uitkomen, dan vinden ze elkaar vast op immateriële zaken en individuele vrijheden. Ik kwam van de koude kermis thuis. De afgelopen 2,5 jaar hebben de VVD en de Partij van de Arbeid één ding bewezen. Ze hebben de Christen-Democraten helemaal niet nodig voor immateriële stilstand. Al gaan de burgemeesters van zo'n beetje alle grote steden op hun kop staan,
De VVD laat de productie van cannabis het liefst over aan criminelen. Als Jonge Democraten waarderen we de inspanningen van D66 om de achterdeur van coffeeshops nu eindelijk eens goed te regelen. We zijn ook blij dat D66 zo een ander geluid laat horen wanneer vanuit het ministerie van Veiligheid en Justitie het zoveelste voorstel komt dat in het belang van de veiligheid de privacy van alle burgers schendt en tegen de grenzen van de rechtsstaat schuurt. Ook op Europees niveau zijn complimenten richting D66 op zijn plaats. De inspanningen van de EP-fractie om rechten van internetgebruikers te waarborgen oogsten bij de Jonge Democraten niets dan lof. Het doet ons goed om te zien dat er op veel vlakken overeenkomsten zijn tussen de Jonge Democraten en D66. Als onafhankelijke jongerenorganisatie verschillen we soms uiteraard van mening, maar onze gedeelde principes, beginselen en wereldbeeld maken de inhoudelijke verschillen vaak overbrugbaar. Ik hoor u denken, met name de mastodonten hier op de eerste rij. Wat een lof. Waar komt de maar? Nou, lieve politici hier vooraan, die maar komt nu. Toch moeten we ook D66 soms scherp houden. Dat deden we bijvoorbeeld vorige maand, toen de Tweede Kamerfractie instemde met een wet die het mogelijk maakt om van Syriëgangers met dubbele nationaliteit het Nederlandse paspoort te ontnemen. Wij geloven dat dit plan het beginsel dat iedereen voor de wet gelijk is ondermijnt, het stigma op het hebben van een dubbele nationaliteit vergroot en de scheiding tussen de wetgevende en rechtsprekende macht vertroebelt. Een andere zorg, die we al langer, tot nog toe zonder succes, aan de Tweede Kamerfractie van D66 hebben proberen duidelijk te maken, gaat over ecstasy. Maandelijks wordt het druk door zo'n 40.000 Nederlandse jongeren gebruikt. Afgelopen najaar overleden 3 van hen tijdens het Amsterdam Dance Event. Straatdealers hadden vervuilde pillen in omloop gebracht. Even kijken. Het is niet verrassend dat conservatieve partijen vasthouden aan de illusie dat ecstasy uit te bannen is. Hetzelfde roepen ze namelijk over wiet, over prostitutie, over hash. Maar van D66 hadden we op dit vlak meer verwacht. D66 had op de troepen vooruit kunnen lopen door te pleiten voor een veilige en gereguleerde markt. Helaas kwam de partij niet verder dan een voorstel om de ecstasy-testen bij festivals opnieuw mogelijk te maken. Een kleine stap in de juiste richting. Maar zonder werkelijke regulering en legalisering zet dit weinig zoden aan de dijk. Wij willen kwaliteitseisen aan ecstasy stellen, net zoals dat bij voeding gebeurt. Wij willen informatie verschaffen, net zoals de bijsluiter van medicijnen. Wij willen voorlichting bieden en aan preventie doen, zoals dat bij sigaretten gebeurt. Wij willen leeftijdsgrenzen stellen, zoals bij alcohol. Wat wij niet willen, is dat een voorlichting, preventie en kwaliteitstoetsing wordt overgelaten aan een dealer op straat. Al in 2011 heeft u als congres zich in grote meerderheid uitgesproken voor decriminalisering en regulering van drugs, waaronder ecstasy. Niet om het gebruik aan te moedigen, maar juist om de schade voor individuele gebruikers en de maatschappij als geheel te verkleinen. Wij roepen de Tweede Kamerfractie van D66 op om deze uitspraak van haar leden recht aan te doen en er samen met de Jonge Democraten voor te strijden dat de drug nu eindelijk uit het illegale circuit wordt bevrijd. Natuurlijk, dit voorstel is controversieel. Natuurlijk. Het kan kiezers van D66 vervreemden. Natuurlijk, het gaat voorlopig geen meerderheid in de Tweede Kamer halen. Maar zolang geen partij het voortouw neemt, zal die meerderheid er ook nooit komen. Reis met me mee naar 2006, naar een stemming in de Tweede Kamer over de verhoging van de AOW-leeftijd. Slechts 3 Kamerleden staken hun hand op. Fatma Kozakaya, Boris van der Ham en Alexander Pechtold. Ze wisten dat het controversieel was. Ze wisten dat 147 Kamerleden tegen zouden stemmen. En ze wisten dat het kiezers van zich kon vervreemden, voor zover die er in 2006 nog waren. Toch stemden ze voor. Omdat ze het plan op haar merits hadden beoordeeld en tot de conclusie waren gekomen dat je met een hogere levensverwachting en vergrijzende samenleving geen andere optie hebt dan langer doorwerken. Inmiddels is D66 niet meer die kleine partij uit 2006. De grootste bij de Europese verkiezingen, althans in stemmen. De grootste in onder meer Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Enschede, Leiden, Groningen, Tilburg. Een factor van betekenis, we hebben het net gehoord van Fleur, in alle provincies. En mocht het kabinet de bed, bad en broodcrisis niet overleven, dan wordt D66 door alle partijen gezien als serieuze kandidaat voor deelname aan een nieuwe regering. Het gaat dus goed. En die nieuwe positie biedt enorm veel kansen. Kansen om Nederland te verrijken met sociaal-liberale plannen, waardoor individuen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Maar wanneer het succes van een partij primair gemeten wordt aan het aantal leden, zetels of kiezers, dan heeft dat een risico. Daarvoor spring ik even terug naar het begin van mijn verhaal.
ik stelde dat de kracht van de JD niet zozeer af te zien is aan het aantal leden, maar juist aan die kwalitatieve vernieuwende politieke voorstellen en ideeën die uit de vereniging voortkomen. Hetzelfde gaat op voor D66. De kracht van D66 zit hem niet uitsluitend in het aantal raadsleden of kamerzetels. De kracht van D66 zit hem in dat voorbeeld uit 2006, toen Fatma, Boris en Alexander dwars tegen de stroom ingingen, omdat ze overtuigd waren van hun opvattingen. En uiteindelijk hebben ze de meerderheid aan hun kant gekregen. Aan grote bestuurderspartijen, die met alle winden meewaaien, heeft Nederland geen gebrek. Gebrek is er aan partijen met lef, die met gewaagde politieke voorstellen durven komen, simpelweg omdat ze erin geloven. Laat D66 die partij zijn. Ik wil u oproepen, om dat lef waar aanwezig vast te houden en waar nodig nog verder te versterken. Want als D66, de partij die voor de troepen uit wil lopen, als die partij de meeste kiezers trekt, misschien moet die partij dan nog harder lopen. Democraten, ik rond af. Ik sta hier als voorzitter van de JD, maar ik ben ook lid van D66. Vol overtuiging, omdat ik dat lef op veel plekken nog steeds zie. In Brussel, in de provincies, in de gemeente en op de vierkante kilometer rond het Binnenhof. Ik hoop dat D66 de grootste blijft. Niet per se de grootste in aanhang, maar zeker de grootste in vernieuwende voorstellen en oplossingen voor een toekomstbestendig Nederland en Europa. Niet alleen nu, maar ook, en nee juist, wanneer de mogelijkheid er is om aan een kabinet deel te nemen. Om in inhoudelijke zin de grootste te blijven, daar is geen enorme communicatieafdeling voor nodig. Geen blinkende website en geen congres in de beurs van Berlage. Daar zijn individuen voor nodig, die buiten de kaders durven denken, die onnodige taboes willen beslechten en die zich niet geremd voelen door de status quo of publieke opinie. Veel van die mensen vind je bij de Jonge Democraten, maar niet uitsluitend daar. Je hoeft namelijk niet onder de 30 te zijn en binnen de leeftijdsgrenzen van mijn vereniging te vallen om jong van geest te blijven. Dat is mijn boodschap. Ongeacht leeftijd, ongeacht de grootte van D66, ongeacht uw functie, blijf jong van geest. Blijf goede, gedurfde voorstellen op hun merits beoordelen, ook als ze lijnrecht tegen de publieke opinie ingaan. Mijn oproep aan u, of u nu raadslid, statenlid, kamerlid, europarlementariër, senator of toekomstig senator bent, of u nu 22 bent, 49 of 85, blijf niet alleen een democraat, blijf ook een jonge democraat. Dank u wel.